hem voor een weekend. Yes. Het is weer tijd voor Miguel's buurtbeleid bij Him for Weekend. Ik ben weer in de muziekdatabase gedoken van de regio. En welke kant ga je deze week op? Ja, we gaan even iets buiten de regio zelfs. We gaan naar Zevenaar. Dat is niet heel ver, maar daar heb ik wel een hele fijne band gevonden. De Stone Souls heet het. Het is een hele nieuwe band. Ze hebben nu een debuutalbum uitgebracht. Ze maken een beetje indie rock, Americana en dark country-achtige muziek. De band bestaat eigenlijk alleen maar uit het duo Theodor Verstegen en Lina Kuipers. Maar daarnaast werken ze ook samen met andere muzikanten die dan bijvoorbeeld een percussiestuk inspelen. Maar die zijn eigenlijk geen lid van de band. Dus het is een soort van samengesteld iets. En die stem van Lina Kuipers, dat is dus de zangeres, die is echt heel, heel fijn om naar te luisteren. De Stone Souls heeft nog niet zo lang geleden een debuutalbum uitgebracht, genaamd The Stone Souls. Nou. En, ja, en toen ik het hoorde was ik oprecht positief verrast. Normaal gesproken is zo'n debuutalbum een beetje experimenteel en weten artiesten misschien nog niet echt heel goed welke kans nou op willen met hun muziek. Maar dit album is zo steengoed. Ik heb alle nummers straks even gewoon geluisterd. Ik heb het album... Steengoed, ja. Ja, ja. Leuk om te ja. Ja, heel fijn. Maar alle nummers zijn stuk voor stuk gewoon heel fijn. Af en toe wat meer gitaar en af en toe wat meer poppy eigenlijk. En ik wil het je zeker aanraden om het gewoon helemaal te gaan beluisteren. Want het is zeker de moeite waard. Ik kan nu dus maar één track ervan laten horen. En dat is meteen ook de opening van het album. Zal ik hem gewoon gaan draaien? Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Nou, deze week in het buurtbeleid. De Stone Souls dus uit Zevenaar met There Is No Such Thing As Control. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan van gaan vinden zometeen. What is it I don't see when I'm off to keep album heeft 10 nummers. Het nieuwe album van The Stone Souls. En daarvan draaide ik There Is No Such Thing As Control. Wat vinden jullie ervan? Wat vind jij ervan, Imke, eerst? Ik vind het wel lekker dromerig of zo. Als je dan 's ochtends wakker wordt en je zet deze even aan en je gaat een beetje je koffietje zetten. En dat sfeertje kreeg ik erbij. Lekker, ja. Gewoon lekker vibe. Weet je aan welke artiest ik een beetje moest denken? Het is misschien een beetje vergezocht en niet echt vergelijkbaar. Maar qua gevoel deed me hier een beetje aan denken. Stem en zo. Ja, ik moest ook een beetje denken aan de Common Linnets ergens. Bij dit nummer in ieder geval. Maar ze hebben ook heel veel andere nummers erop staan waar dan iets meer gitaarwerk in zit. Maar deze vond ik wel lekker voor de radio. There is no such thing as control. Ze komen uit Zevenaar, dus The Stone Souls. Nou, mooi nummertje. Lekker. Is het nieuw? Het is hartstikke nieuw. Nou, zullen we dan maar even bij de nieuwe muziek blijven? Heel graag zelfs, okay. Ja. Was toch dit? Dat was alles. Dat was alles. Het is gedaan. En daarvoor moet ik mijn duimpje omhoog doen. Ja, daar moet je je duimpje voor omhoog doen. En jij ook. Thuis, op je bank, in de stoel, helemaal alleen. Duimpjes omhoog en delen met iedereen. Doe ook even abonneren als je dan toch bezig bent. Ik heb knaldrang.